Matthijs van Nieuwkerk. En heeft hij er heeft hij hij zelf geen last van gehad? Hij moet zichzelf toch ook beschadigd hebben. Hij moet zich toch hebben gerealiseerd dat zijn gedrag op zijn minst zonderling was. Niet waar, deze wonderlijke driftbuien, met, met die met grote regelmaat zich kennelijk hebben voorgedaan. in al die jaren, behalve begreep ik de allereerste jaren. toen hij door een of andere autoriteit uit de wind gehouden werd. Dat is toch vreemd. Dat hij dat die, dat die zichzelf niet heeft afgevraagd. Uh, hij is toch ook de jongste niet meer. Kijk, als je 21 ben, weet jij veel. Maak je overal een puinzooi van. Maar heeft hij zich niet afgevraagd. Moet ik hier niet iets aan doen? Hij heeft, uh... Op een gegeven moment zegt hij ook ergens geloof ik. Ik heb hulp nodig. Maar ja. En vervolgens heeft hij die niet gevraagd of gekregen. En is die gewoon doorgegaan ja. tot het einde. En daar stond het treurig genoeg. Dat zich ook bij die Sanson-boel weer een, een incident had voorgedaan. Ja, dat is het dus. Uh, heeft hier een volstrekt gestoorde agressiehuishouding, om het maar even zo te zeggen. Die passage die jij omschrijft gaat ook over die geluidsman. Hij is dus uh, eerst uitgeflipt en de dag erna is hij schijnbaar rond het middaguur met een rode muts naar de redactie gegaan. En is hij in huilen uitgebarsten en heeft hij zijn excuses gemaakt. En heeft hij gezegd: Ik heb hulp nodig. Ja, Kellek, dus een moment van, van bewustwording van. van... Van het feit dat hij volledig op de verkeerde weg was. Maar dat heeft blijkbaar een bar weinig geholpen vervolgens. Nee, maar wat even wat hierin doorklinkt is... en de vraag is, klopt dat? Als je zo'n goed programma maakt... hoort daar dan bij dat je zo achter de schermen tekeer ah, moet gaan? Nee joh, dat is natuurlijk flauwekul de eerste klas. En over onzin, een goed programma kun je maken in een hele redelijke sfeer. Zonder te schelden? Nou, dat kan natuurlijk wel eens een vervelend woord vallen. Als er iets verkeerd gaat, je gooit een bekertje koffie over de apparatuur... dat kan gebeuren, maar... we moeten dit... dit daarom dit, dat, ik vond dat een van de meest bezwaarlijke elementen... in dit hele verhaal. Ja, dat unieke programma... kom op! Het was een talk... gevarieerde talkshow over deze en gene zaken. Dat was het. Waar ook vaak het grootst mogelijke gelul uitkwam. En ook allerlei mensen werden uitgenodigd. Siebert. Siebert. zat er altijd. Ja, ik begreep dat Siebert een van zijn favorieten was. Waarbij ook even achterop je ligt. kale hoofd moet krabben natuurlijk. Hoe zit dat eigenlijk? Nee, dus ik vond het, uh, ik vond het eigenlijk al met al nogal treurig. Hmm. Ik word er erg treurig van. Ja, ik denk dat veel mensen dat hebben als ze het lezen. Maar bijvoorbeeld als je nu naar de talkshows kijkt die nu op dat tijdstip zitten. Die scoren lang niet zo goed. Nou, daar ben ik niet zo erg met je eens. Galit en, en, en Sofia. Er wordt nu geloof ik Ja, op dat tijdstip, ja. oké. Okay. Er wordt nu een beetje gesuggereerd alsof het elke avond 3 miljoen kijkers trok. Maar, nee, dat maar wel was... ruim een miljoen. Dat was heel veel. Ja, doel. een miljoen, dat was zo, inderdaad. En heeft de vader... Ja, die ruim een miljoen kijkers per dag trekken. Ik wil daar nog verder geen uh, nadere details over geven, maar dat is wel degelijk het geval. En er moest natuurlijk elke dag iets nieuws gemaakt worden. Maar goed, er, zat, er zaten voortdurend, sowieso een kwaal van al die talkshows natuurlijk, er zitten voortdurend dezelfde mensen. Hmm. Ja, dat is niet erg boeiend over het algemeen. Nee. Bovendien gaat het zelden over wat de, de serieuze maatschappelijke vraagstukken. Ik heb daar nou al eeuwig over geklaagd. Maar het, het is niet groots wat ons te zien, wat we te zien krijgen. Ook niet bij De punt. Wereld erdoor. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik, dat ik het, omdat het nou helemaal van viel op het dat mijn avondwandeling zich afspeelt. dat ik hetzelfde gezien heb, maar mijn vrouw, vrouw rapporteerde erover. Nou ja, het was gewoon. Het is light entertainment. Jezus, het is geen Michelangelo van de televisie. Kom op. Ja, dat idee is wel, jaren ja. Ja, precies. En, en ik heb ook eens zo'n interview gelezen met die. Met die met die eindredactrice die, die er jaren gezeten heeft. Tielke. Dat je ook denkt: kom op. Ja. Hé, wat is dit voor verbijsterende arrogantie? Laten we een beetje normaal doen. Het is tv. Ja. TV is zelden groot. Maar zijn ze dan misschien een beetje gaan zweven door het succes? Is dat wat je hier ook merkt? Nou, blijkbaar hebben ze ook in dit geval beide uh, het. het Succes gezien als een excuus voor het, voor het wangedrag, wat zich achter de coulissen afspeelde. ja dat en, Want ik... zij geeft dat grif toe dat dat zo was, en hij eh, geloof dat ze dan hem, hem wel eens belde s'avonds van een mot anders en zo, maar ja, heeft nooit ene kloot geholpen. Het ligt dus, sorry dat ik het zeggen moet, het ligt dus in zijn karakter. Ja, ja. En er is een mooi uh, artikel door de correspondent al eerder verschenen. toen de wereld daardoor stopte. En uh, ik ben de, de, de naam van de schrijver even kwijt. maar hij legt de vinger wel op de uh, gevoelige plek. Want hij zegt. zij omringde zich altijd met mensen die succes hadden. En alles was altijd geweldig en top. Maar als je gaat kijken waar ze nou echt inhoudelijk. als het over boeken gaat. als het over Oprah gaat. Nee, hey, dat ik, is natuurlijk allemaal waar. Maar goed, dat de... vind ik verder niet zo verwijtbaar. In de zin uh, ja, dat ik al zei. Het is light entertainment. Het is, het is aan het begin van de avond een, een in principe vrolijk gevarieerde talkshow. Eh, ging het altijd over succes? Ja, dat is wel waar. Eh, iedereen, maar goed, dat is televisieland. Eh, waar het altijd gaat over de kijkcijfers. En de kijkcijfers zijn dat is succes. De kijkcijfers ja. zijn succes. Ja, er wordt ook een boekje eh. aangehaald van dat de televisie alles plat slaat en, en eigenlijk heel klein maakt. Ja, dat is een... Uh... Toen heet die ook weer. Dat is een bekende cabaretier toch, die dit, die dit in de tijd op papier gezet heeft al, al volgens mij al wat eerder. Um, ja, dus ik vind die, ik vind die dat, dat de kwaliteit van het programma het gedrag van de presentator rechtvaardigt, vind ik een volkomen onjuist argument. Ja. Dat is echt kletskoek. Hmm. En jij hebt wat ervaring achter de schermen bij tv-programma's. Dit is ook niet normaal dat dat zo nee, gaat. Nee, hoor. Nou wil ik het niet vergelijken met de slimste mens. Wat ook gewoon een heel gezellige boel is. Maar dat is natuurlijk een heel ander type van programma. Dat draait op een vaste formule. En, en ja, dat is natuurlijk anders dan wanneer je elke, elke dag iets anders moet maken. Ja. Oké, okay, maar ook daar gaat wel eens iets mis. Maar daar wordt dan gewoon normaal over gesproken. En dan worden niet mensen de. Ja, daar gaat wel iets mis, maar daar moet je niet zo niet al te dramatisch voor. Is dit nu van open te denken. Wat er nou eigenlijk wel eens misgaat. Het is natuurlijk niet like. Ja, daar had de autocue niet meegedraaid. Of zoiets. Of uh, een naam verkeerd gespeeld is. Maar ho, oh, het is. Uh... Daar maakt ook niemand zich druk over. Ja. Wat vind je er nou van dat uh, nou ja, toch de Vara en later BNN Vara, die hebben dat vanaf het begin geweten hè? Ja, die waren nou goed, dat zei ik toch al. Ik vind een van de drama's die. Een van de extra drama's in deze situatie, is dat degene die hier uh, in principe uh, iets aan hadden kunnen doen en niets aan hebben gedaan. Uh, die kennelijk toch afgebluft zijn door, ja, door het uh, succes door iedereen bejubelde en ook met, met name door de betrokkenen zelf bejubelde idee dat het een absoluut uniek topprogramma geweest is. Wat ook honderd keer beter was dan wat op dit terrein in het buitenland wordt gedaan. Het is, nee, kom op. Ja. Kom je, nou op. Maar vind je dat Frans Klein dat die uh, moet vertrekken? Of dat er consequenties aan verbonden moeten worden? Dat is heel erg Frans Klein. Hmm. Joost Vullings die zat gisteren ergens die zei als, de, als hij minister zou zijn geweest dan was het klaar geweest. Dat ja, maar politieke verantwoordelijkheid is natuurlijk heel wat anders dan dit type van bureaucratische verantwoordelijkheid. Maar het is publiek geld waarmee dit gemaakt wordt. Ja, het is publiek geld, dat is waar. Maar goed, eh, laten we eerlijk zijn, wat er, er, er rolde was een, een heel redelijk eh, televisieprogramma, voor zover televisieprogramma's redelijk zijn. Ja, maar je moet toch ook zorgen dat er achter de schermen kennelijk de meest fantastische wantoestanden heerste, ja. Nogmaals, alle, alle betrokkenen hebben hier op pijnlijke wijze gefaald. Ja. Maar wel het meeste presentator, een intelligente man, die bepaald de jongste niet meer is, die toch wat beter het beter had moeten ja. weten. Want hij begon toen hij 45 was, hij is nu 62. Dus dat is wel een volwassen leeftijd. Hij heeft veel al meegemaakt, hij heeft ook bij het Parool lange tijd gezeten. Zeker, zeker. Dan zou je ook eens moeten vragen hoe het daar naartoe gegaan is. Ja.